met meneer Valies is besproken dat alvast op papier de pijnpunten worden gezet en dat ik in overleg met de vicepresident en de president nog dit weekend in overleg treed voor een oplossing. En meneer Valies staat open om in het dialoog met de minister en de regering, CQ-president en vicepresident, tot een oplossing te geraken, zodat we uiteindelijk ook het schooljaar kunnen garanderen. En op dit moment is het ons belangrijk dat we elkaar hebben kunnen vinden op een aantal punten waarin in feite fundamentele verschil van inzicht bestaat en wat ik probeer op te lossen. Dat is mijn mededeling. Meneer Valies, hebt u wat toe te voegen? Laat me dit ervan zeggen. Er is een goed gesprek geweest, dat klopt. In het gesprek dat we gehad hebben is dat wij willen werken naar een oplossing. We hebben dus wel aangegeven wat de voorwaarden zijn om te komen tot normalisaties. En dat er daarover nader overleg gepleegd zal worden. En de minister is bereid ook acties te ondernemen om te komen tot dat punt of dat moment dat de regering met de ALS en de VGL tot een vergelijking kunnen komen. Ja, daar werken we naartoe. Dus wij zijn wat dat betreft bereid om ons volledig beschikbaar te stellen. Totaal bestuur van beide organisaties. En we hopen dat we binnen kort tijdbestek inderdaad kunnen gaan richting oplossing. Maar we zijn er nog niet. Want in elk geval hebben we de zaken goed in beeld gebracht, wat de pijnpunten zijn. En ik denk dat als alle partijen zich inzetten, dat we zeker in staat zullen zijn om binnen de kortste keren tot een oplossing te krijgen. Ik denk dat ik daarmee kan volstaan. Er is een verklaring nu uitgekomen vanuit beide partijen, de BVL en de ALS en ik als verantwoordelijke als minister. En het is mijn taak op basis van mijn verantwoordelijkheid om te werken naar een structurele oplossing. Ik dank u voor uw komst. Dank u. Minister. Op het moment dat ik zeg dat we ruzie hebben. Heb je ruzie met me? Nee. Verschillen van mij, maar ook geen ruzie. Minister, we hebben de politie van het schudden voor de vijfde. Ja, we hebben. Okay, thank you.